Je bent heel erg bekend om je beroemde mashups en je eigenwijze stijl, originele stijl van draaien. Waar haal jij je inspiratie van? Hoe is dat gekomen? Is het daar een volgorde in? Hoe ben je begonnen? Hoe is het nu? Inspiratie. Nou, ik vind het altijd heel leuk om een verhaal erin te verwerken. Ik vind het vet om een soort hoorspel van te maken met geluiden van bijvoorbeeld een deur die open gaat of onweer of ik noem maar wat, zeg maar. Van die echte geluiden, zeg maar. Ja, ik wou vroeger ook altijd cabaretier worden om ook een verhaal in een stuk te verwerken, zeg maar. En dat vind ik ook gaaf en nu doe ik dat in de muziek. Vertel eens Jack of Sound, dus eigenlijk een boer van het geluid. Ja, hoe ben je daarop gekomen? Dat is omdat mijn achternaam is Oberman. En een oom van mij die was bezig met stambomen uitzoeken en zo. En die kwam erachter dat in Duitsland, het is een Duitse achternaam, dat die naam gebruikt was voor de boer in het kaartspel. De Oberman was de boer. En ik was toen een naam aan het zoeken, dat is al jaren geleden. En toen dacht ik van, nou, daar kan ik misschien iets leuks mee doen. En bijvoorbeeld Hart de Boer, Jack of Hearts. En dacht ik van ja, ik ben met geluid bezig. Jack of Sound. X is the name. Vertel eens, je bent afgelopen jaar heb je echt een onwijze groei doorgemaakt, samen met Adaro natuurlijk, Guns for Hire en zelf. Hoe ervaar je dat? Het is gewoon ontzettend vet. Als je jong bent, dan is dat een droom en nou komt dat allemaal uit. Dus dat is wel echt heel vet. We hebben echt een super jaar gehad met heel veel hoogtepunten, climax. Deze bal was gewoon echt super goede eerste voor Guns for Hire. Dus ja, echt een super jaar, ik kan niet anders zeggen. Het was echt heel vet. Ja. Waren er ook kleine minpuntjes? Er zijn altijd minpuntjes. Kijk, vertel. Als je twee acts hebt, dan betekent dat dat je dubbel zo hard moet werken in de studio om alles voor elkaar te krijgen. Dus minpuntje is denk ik dat ik een uurtje of 16 per dag in de studio zit soms. Maar, vind je het dan ook... Ik heb leuk werk, hè? Dus je hoort me niet klagen. Zijn er nog bepaalde dingen die je echt wil halen, waar je van zegt, als ik dat heb, dan ben ik er? Nee, maar ik denk dat het moeilijker is, zeg maar, om te blijven waar je bent. Want je ziet wel, zeg maar, dat mensen steeds sneller zijn, tenminste het idee heb ik, dat mensen steeds sneller zijn uitgekeken op een artiest. Dus dat zie ik als een uitdaging, om mensen te blijven verrassen met leuke platen. En hopelijk over 2-3 jaar nog steeds kunnen zeggen van ja, ik sta op alle grote podia en mensen vinden het nog steeds vet. Van de hardstyle. Je loopt al zo lang mee. Je hebt de veranderingen meegemaakt. En wat denk je wat er in de toekomst gaat gebeuren met de hardstyle? Ik denk dat het iets meer... Het wordt melodieuzer, denk ik. Melodieuzer, iets meer zangeren waarschijnlijk. Dus ik denk dat het een soort
Het commerciële misschien weer? Sorry? Het commerciële, wat er nu, ja, natuurlijk nu alweer aankomt? Ja, nee, niet per se commercieel, maar ik denk gewoon wel toegankelijker. Ik denk dat ergens tussen de trends en de hartzaal gaat het zo een beetje zo... Tenminste, dat hoop ik, want dat vind ik vet. Ik zag je net even mooi staan bij een paar van die mooie groepies, leuke foto's maken. Hoe ga je daar nu mee om nu je getrouwd bent? Hetzelfde als anders. Het verandert helemaal niks. Nee, dat moet er kunnen. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar wat vind je vrouw ervan? Vindt ze het niet erg? Lekker makkelijk. Ja, goed. Ik heb een hele makkelijke vrouw. Nou, goed geregeld. Oké, back to business. Hey, je bent natuurlijk al... Wat zijn dat voor vragen, man? Ik hoorde dat jouw album bijna af is. Heb jij een mooi tipje van de sluier die je kan oplichten, wat erop staat, wat we kunnen verwachten van jou? Ja, heel veel nieuwe platen. Ja, ik ga niks vertellen, want dat vind ik niet leuk. Dat is echt dadelijk in één keer boom en dan hebben jullie het allemaal al te pakken. En wanneer kunnen we het verwachten? Ja, ik hoop mei, juni ongeveer moet lukken, denk ik. Hey Barry, even een vraagje. De eyes, waar staat dat nou eigenlijk voor? Want dat is een beetje een groot mysterie. En die houden we zo. Puppy ogen? Nee, zelfs om 6:30 werkt dat niet. Wanneer ga je het wel bekendmaken? Wanneer Pinksteren en Hemelvaart op één dag valt, denk ik. Sint Jutemis, zeg maar. Ja, komt op neer. Hartstikke leuk met elkaar, twee jongens. Altijd spannend. Nederland mag dat. Waar gaan jullie ruzies dan over? Zijn het producties? Zijn dat wie het eerste plaatje mag draaien? Welk nummer? Waar gaat het over? Vriendinnen, mag ook. Ik denk wie de bier haalt. Dit was Indicator, 7 april 2012. Check je later. Dit was Jack of Sound op Indicator. En ja, het was gewoon fucking vet. En see you soon. Indicator was super vet en volgende keer dan moet je er gewoon bij zijn. Het was echt heel dope. Indicator, volgende keer wees erbij, want dit is een feest waar je bij wil zijn. Jongens, jullie waren echt te gek. Het was echt een super vette aflevering weer van Indicator. See you next time. Kijk, ik heb een in-ear systeem, draai ik mee. En in je oren zit heel veel vuil altijd. Oh? Ja, dat is serieus. Deze dopjes die maak ik altijd schoon met van die doekjes. Want dit zijn doekjes die maken het beste schoon van alles. Serieus. Maar zijn jullie dan zo getrouwd met elkaar dat jullie elkaars antwoorden... Ja, wat van hem is voor mij en andersom. Dus dat is een huwelijk. We zijn zelfs onze vriendinnen. Oh. Fuck it. Fuck it. Houden we bedankt. Olé, olé.